De tv-toren brandt inmiddels al een tijdje en het wordt steeds erger. De brand is halverwege de toren begonnen en daar zien we de grote pijp ook helemaal zwart worden. En als we verder naar boven kijken zien we inmiddels dat de vlammen eruit komen en dat er ook zwarte rook uitkomt. En in het begin was dit alleen nog maar witte rook. En ik heb net een paar brandweermannen gesproken en die zeiden dat de kans bestaat dat dus die toren kan omknikken omdat die pijp zo warm wordt. Nu zit die vast met allemaal lijntjes, maar het kan dat die lijntjes zo warm worden dat ze slap gaan hangen. En theoretisch gezien kan de toren dan omknikken. Ja, Ramona Venema, politiewoordvoerder. De tv-toren van Smilde brandt al een tijdje. Wat is de stand van zaken? Nou, op dit moment zien we natuurlijk een enorme rookontwikkeling. De brandweer kan daar niet naar binnen, puur uit eigen veiligheid. Het is daar gewoon heel klein, dus we kunnen op dit moment niet achterhalen wat nu de oorzaak is, wat de situatie inhoudt. Dus puur uit eigen veiligheid en ook als we kijken naar de veiligheid van de omwonenden, dan proberen we gewoon een cirkel om de toren te trekken van ongeveer 300 meter. En zullen al die mensen die binnen die cirkel zich bevinden vragen om die cirkel te verlaten, puur dus uit eigen veiligheid. We horen nu een helikopter overkomen. Is dat een helikopter van jullie? Het is een politiehelikopter inderdaad. En die gaat warmtebeelden maken, zodat we hopelijk iets meer informatie kunnen krijgen. Dus van een afstand, omdat we gewoon niet naar binnen kunnen op dit moment. Ik sprak net een paar brandweermannen. Die zeiden, de brand zit toch vrij hoog. Hoe moet dat in hemelsnaam geblust gaan worden? Ja, dat is natuurlijk de prangende vraag. De toren is ongeveer 300 meter. En de brand woedt dus ongeveer op 180 meter op hoogte. En... En die heli, die zit er vandaag. Er zit toch niemand daar? Ik heb geen idee wat daar zit. Ik hoop dat daar dus niemand op dit moment daar woont of daar stond. Volgens mij hebben ze een ruim gebied afgezet, dat is te hopen. Wat zag je net gebeuren, Ramona Venema? Ah ja, de toren komt dus nu ter plekke naar beneden. Dus dat is een ongelofelijke klap. De politieheli vliegt daar natuurlijk. Dus het is natuurlijk gewoon enorm. Dus heel heftig. Dat hadden we nu nog niet verwacht. Maar ja, veiligheid voorop, zei ik al. En dan zie je dus dat dat nu al gebeurt. Staan daar... Nee, zoals we nu weten niet. Maar dat is het eerste vermoeden. En vermoedelijk zijn er dus geen gewonden, niemand gewond geraakt. Maar ja, dat is dus nu even de vraag hoe dit is dus afgelopen. Moeten we zo kijken. Had je dit verwacht? Nee, niet. Wat ik al zei, uit voorzorg moet je natuurlijk altijd een groot gebied ontruimen. En daar is het gebied is natuurlijk afgezet. Maar ja, dit is een van de scenario's, maar je verwacht dit nu niet. En nu ter plekke, dus dat is wel heftig. Dat zie je ook aan de reacties hier rondom me heen. Ja, je hoort iedereen echt schreeuwen van angst en van schrikken. Klopt, schrikken. En iedereen hoopt nu ook, iedereen vraagt ook, lopen daar mensen, stonden daar mensen. Dus ik hoop daar ook zo snel mogelijk informatie over te krijgen. Heftig, heel heftig.